few marks. Leiding in handen van Tommer Frenkel in baan nummer 3. Bijna lengte volsprong als we hier 50 meter, 52-40 voor Frenkel. De tweede tijd voor Nicolas Moran, de derde tijd voor Rowan Ruby. En dan weer hier de eerste volsprong voor Frenkel in baan nummer 3. Van de Israëlische zwemmers hier aanwezig op Israël. Behoorlijke ploeg afgevaren. 21-75. Frenkel nog steeds aan de leiding. De tweede tijd nu voor Gloomy. 21-68. De derde tijd voor Bouwman. Op dat stuivertje gewisseld. En in baan nummer 5. Komt dan Paul Stoffman. Zal dan naar voren zwemmen richting die tweede positie. Je ziet nog een prachtige slagen daar voor Stoffman. Gaat hier naar een mooie eindtijd. Frenkel in ieder geval 1. Tweede tijd voor Gloomy. De derde tijd voor Karl Schoon. En zo de andere heren daar achteraan. Je ziet hier de officiële uitslag van serie nummer 9. En dan gaan we verder met de laatste beslissende serie 10.